Maar dan zeg je maar, als Nederlands elftal speelt, dan krijg je gewoon een paar dagen vrij. Ja. Lekker man, sorry. Ja. Maar je hoort wel Nederlands elftal te voetballen eigenlijk, hè? Ja. Yes, zijn we weer. Nieuwe bijeen in de auto. Onderweg naar Jetro Willems. Speler van Sparta geweest. En PSV natuurlijk. Nu bij Eintracht Frankfurt. Het is het neefje van Brutiel C. Brutiel C was een... tenminste, is een hele goede vriend van mij. Ze hebben vroeger veel met elkaar opgetrokken. Samen de jeugd gespeeld bij Ajax. Dus ja, ik ben benieuwd naar zijn verhaal. En ja, we gaan luisteren. Willems. Betrekt hij in deze avond? Die moet dan met rechts, ja of zo. Willems, wat een knappe goal zeg. Wat een knappe goal. En zo komt PSV op 1-0 voor in de 13e minuut. Willems, die langzaam maar zeker dus weer terug in oude en goede doen. Dat was. Rustig. Ja, goedemiddag. Gordel is altijd belangrijk toch? Gaat lekker? Ja, gaat goed. Toch man. Teken even. Kunnen we weggeven? Kunnen we weggeven? Hebben we weer abonnees erbij? Ja, ja. Smurf, wat staat er? Top, dankjewel. Yes. Dat heb je vaker gedaan, hè? Tot nu toe wel, ja. Ja, je hebt veel getekend. Ja. Bij PSV ook een paar keer. Ja, klopt, klopt. Ja, hè? Ja, ja. Ga je lekker? Ja, ja. Ik ben gezond. Ja, dat is belangrijk, hè? Dat is het belangrijkste. Belangrijkste. En nu even een paar dagen in Nederland. Ja, ja, tot morgenavond. Morgenavond rijd ik terug. Tenminste, neef rijd dan terug. Ik zit gewoon hier. Oh, je zit gewoon lekker relaxed naast. Ja, ja. Gewoon chauffeur. soort van. Ja, ja, ja. Je neef? Ja, hij woont bij mij in Duitsland. Oh, oké, okay, je woont samen? Ja, niet ja. Samen, gewoon met twee. Ja, 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 met twee, ja. Oké, okay, oké. Okay. Hij regelt alles eromheen en zo. Dus ik hoef me alleen maar op voetbal te focussen. Oh, dat is wel lekker. Dus hij is een soort manager of zoiets? Ja, soort van. Ja, zoiets. Ja. Oh, lekker man. Woon je niet met een vrouw thuis? Nee. Oké. Okay. Oh, je hebt gewoon lekker... Ah, ja, top toch. Dat is toch lekker man. Zeker. Lekker genieten in Duitsland. Is niet zo ver rijden? Nee, 3,5 uur. 3,5 uurtjes rijden, ja. Op zich is wat te doen. En met de vliegtuig is 50 minuten naar Amsterdam, dus... Ja, ja, ja. Maar... dan zeg je maar, als Nederlands elftal speelt, dan krijg je gewoon een paar dagen vrij. Ja. Lekker man, sorry. Ja. Maar je hoort wel Nederlands elftal te voetballen eigenlijk, hè? Ja, iedereen heeft zijn mening erover. Toch, ik wacht nog steeds op mijn kans. Als ik die krijg, dan moet ik het laten zien, hè, zolang ik geen kans krijg. Ja, maar je hebt al 22 wedstrijden gespeeld, toch? Ja. EK gespeeld? Klopt. Dus, ja. Het is toch raar dat je die speelt toch elke wedstrijd? Ja, het is zeker raar, maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik probeer gewoon mijn best te doen en... Maar denk je dan niet dus wel eens van, ja, waarom word ik niet opgeroepen? Sowieso wel, ja. Sowieso vorig seizoen ook. Natuurlijk met, ik won wel de beker. Ja. In Duitsland van Frankfurt is dat heel groot. Want we werken wel naar, zeg maar, een topploeg eigenlijk, maar we zijn geen topploeg. Als je kijkt in Duitsland, dan heb je gewoon veel grotere clubs. Ja, ja, ja. Maar... Je wel de beker gewonnen dan? Daarom. Dus... Oh, mooi. Tegen Bayern München. Klopt. Vet hoor. Zo. Dat doe je ook niet zomaar. Dus, ja. Nee, tuurlijk. En die competitie is wel anders dan Nederland. Ja, wat is het verschil? Conditioneel alles, hè? Conditioneel alles. Ik moet eerlijk zeggen, eerste training, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik gewoon 3 uurtjes op het veld sta. 3 uurtjes. Ik dacht, nee, maar wat is dit man? En ik vroeg die trainer van, zijn we klaar of niet? Yeah. Hadden we net positiespel gedaan, gewoon 40 minuten. 40 minuten even positiespel, ja, dan denk je ook van, wanneer zijn we nou klaar? Ik kreeg gewoon kramp in de eerste training. Ja? En dan hadden we nog twee trainingen, tweede training, moesten we ook nog. Ik zei twee trainingen op één dag en zo lang, was 3 uur. Eerst was 3 uur, dus tweede, hij zegt, ja, weet je wat, je bent er net bij, je kreeg kramp en zo, dus tweede training krijg je rust. Ja. Ik dacht van, ja, oké, okay, je kent dat wel in Nederland, rust is gewoon, ja, binnen even fietsen, oké, okay, klaar. Ja. Moest ik gewoon een uurtje gewoon bos gewoon gaan rennen. Hartslag 180. Ik dacht, deze mensen zijn gek, joh, waar ben ik beland? Ik bel mijn vader op, ik zeg tegen hem van, hoe gaan we dit doen? Kan ik nog ergens aanzetten toe of niet? Nee, want, je bent niet weg. Nee, niet zomaar, bij spreken. Ja. Ik dacht, hey,
maar ik kwam 8 uur in de avond thuis. Ik dacht, nee man, dit is anders man. Ja, toch. Ja. Ja. In Nederland is het lekker, even een paar uurtje of zo. Ja, een half twee trainingen is gewoon, dan ben je gewoon rond 4 uur, 3 uur klaar. Dan kan je gewoon lekker naar huis. Ja, ja. Ja, dat is daar zo, man. Arbeiden. Ja, alleen zo, maar. Man. Ben je ook lang op de club daar? Ja, je bent eigenlijk zoiets langer zelfs, want we moesten dan 21:30 verzamelen en 8 uur ga ik naar huis. Nee? Ja. Jezus, wat lange dagen man. Tussendoor kan je nog naar huis, maar ja, daar heb je niet eens kracht voor joh. Nee, hè? Lekker daar op de club blijven. Dus ja, klopt. Oké. En vroeger, hè, ik las wat dingetjes in Rotterdam en zo. Problemen of zo gehad. Wat was dat? Wat waren dat voor dingen? Ja, ik ben zelf van Slingen-Pendrecht. Zie je achter. Ja? Ja, dat is een wijk. Vroeger dan nu hebben ze alles. Ja, moesten ze niet, maar ja. Hebben ze alles gesloopt omdat het eigenlijk te erg, steeds erger werd. Kom je in een wijk waar alleen maar drugs en alles. Mm-hmm. En mijn familie zelf die dan ook die dingen deden en zo. Dus je komt eigenlijk in die cirkel eigenlijk. Ja. En dan maak je dingen mee en zo en dan zie je dingen. Mm-hmm. En maar gelukkig ben ik de andere kant op gegaan. Maar wel erge dingen meegemaakt dus. Ja, zeker. Wat ik zag, moord en zo, zag ik staan, heb je dat gezien? Ja, twee keer zeg maar echt voor mijn neus. Dat er wat gebeurd was. En een paar keer was het gewoon in de buurt en dan, ja. Ja, gewoon met schietpartij of zo? Ja, twee keer schietpartij. Eén keer waren we aan het voetballen en de bal ging toevallig eroverheen. Ja. En ja, ik was keeper toevallig, dus ja, dan moet je die bal ook halen. Ja. Ik ren er naartoe en er komt de auto zeg maar langs, maar echt hard. Dus ik wil net die bal pakken, ik kijk zo, ik groet even diegene en opeens raam gaat naar beneden en dan schiet hem gewoon. Nee. Dus toen die auto einde van de straat was, begon ik pas te rennen. Dus ik kon ook gewoon daarvoor ook gewoon... En één keer was gewoon een buurjongen zeg maar. We zaten daar en in de auto. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand was, schoot iemand. Schoot ook zomaar iemand in de kop? Ja. Oh man. Zo dus. En nu ben je, ja. Wat, ja, ik las ook van dat je voor je vader en moeder had je hebt veel ontzag gehad, maar je hebt wel iets moois gedaan voor ze, hè? Die Ossel toch? En die, ja, klopt. Ja, met mijn eerste contract natuurlijk. Ja, met PSV toen. Kocht je dit huis hier? Nee, dit is van mij. Wat is van mij. Jou? Dit is van jou? Oké. En we wonen iets verder. Oké. En vroeger hadden we niet altijd breed en zo. Nee. Hadden we niet altijd goed. En ik had ze altijd beloofd dat als ik profvoetballer zou worden, ik met mijn eerste contract een huis en een auto voor hen zou kopen. Ja. En ja, ik ben een jongen van mijn woord. Als ik wat zeg, dan doe ik het ook gewoon. Ja, toch? Maakt niet uit hoe. Ook moet ik ervoor kruipen, dan doe ik het gewoon. Mooi, ja. Mooi. Ja, dat is wel mooi, man. Waardeer ik toch. En Brutiel is je oom. Ja, klopt. Ah, Brutiel is mijn mattie, hoor. Hij vroeg veel bij mij thuis, hoor. Ja. Hij was veel ik bij sprak mij hem gisteren. Ik zei tegen hem, ik zit toevallig morgen bij Andy in de auto. Hij stuurde alleen maar ha, ha, ha. Alleen maar dat stuurde hij. Hij was goed vroeger, jongen. Ja. Yeah. Oh. Hij was echt die spits, jongen. Hij maakt veel doelpunten. Ja, echt. Hij praat altijd over zijn oude. Over zijn herinneringen en zo. En ja. Ajax en al dat soort dingen. Hij kwam echt veel bij mij thuis, hoor. Ging altijd met mijn zuster aan het ouwe hoeren en zo. Ja. Flikker ging mijn zuster ging een verhaaltje vertellen tegen hem op haar kamer. Ik dacht, ik geloofde niks aan dat. Ja. Ja. Hij lag er al bovenop die viezerik. Ja. Oh, Brutiel, man. Jezus. Maar je hebt nou een... Wat zijn je toekomstplan? Je bent 24, man. Ja, klopt. Wil je daar nog... Wat wil je na... wil je in Duitsland blijven? Of wil je ook nog een keer wat ja, anders? Sowieso. Ik ben iemand... ik sta open voor alles, natuurlijk. Ja. Sowieso dat ik naar Duitsland moest gaan was een, eigenlijk niet, ja, niet geen wonder. Maar het was heel raar, omdat niemand had het eigenlijk verwacht. Nee, want je kon naar Monaco, toch? Ja, ja, naar meerdere clubs. En Inter was ook geïnteresseerd in jou? Ja, en meerdere clubs. Maar... Ajax wel eens geweest? Ja, hè? In de jeugd. Okay. Maar niet, nee, dat kan natuurlijk niet. gaat niet. Nee. Maar nu, in principe probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Ja. En einde van het seizoen zien we het wel. Dit afgelopen seizoen had ik ook de mogelijkheid om weg te gaan. Ja. En had ik er ook gewoon... Ja, om gekozen om gewoon te blijven en even veel wedstrijden spelen. En eerste seizoen is het altijd eigenlijk makkelijk. Dan is het gewoon vrijheid spelen en dan kom je nieuw in de competitie. Ben je nog gewoon... En dan tweede seizoen,
Ja. Dan wordt het eigenlijk moeilijk, want iedereen kent je, iedereen weet van je. Dan verwachten ze wat. Dan, snap je? Oké. Je kent het wel, in het buitenland is het heel anders natuurlijk. Ja, ja. Dus dit seizoen hoop ik zoveel wedstrijden te spelen en dan zien we wel. Ook op Oranje natuurlijk. Daar streef ik sowieso nog steeds naar, omdat ik vind dat ik het zelf verdien. Ja. Maar dat is bij iedereen. Iedereen vindt wat, maar ik ben eigenlijk niet iemand die veel praat en al dit soort dingen. Nee. Ik zie het wel en dan zal ik mijn kans sowieso zeker pakken. Maar dingen, ik krijg elke keer berichtjes van Luc de Jong, die is aan het huilen. Dan zegt hij van, ik wil Jetro terug. Ja, nee, ze hebben nu nieuwe Willems toch? Ik las het, ze hebben nieuwe Angelino. Angelino, ja, die is ook wel goed, Angelino. Ook, ja, we zijn beide K. Ja. Hij is kort, ik ben kort. Ja, ja. Dus hij heeft een grote link. Jij hebt alleen grote banen. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Hij heeft een gouden linkerbeen. Ja, jij ook. Ik heb er twee dan. Ja! Dus, je hebt twee gouden linkerbenen. Twee wat een gouden, gekke mooi man. Ja, twee gouden linkerbenen. Dus het klikt wel. Hij scoort veel, dus het is belangrijk voor hem. Ja. Dus, want voor mij, ook al het jaar dat hij minder scoorde, maar was hij heel belangrijk voor PSV. En zo zie je maar, er zijn spitsen die ene jaar veel scoren en aan het jaar scoren ze minder, maar zijn belangrijk voor het team. Dat is ook belangrijk, toch? Ja, zeker. Maar je hebt nooit andere positie gespeeld? Alleen maar ik was eerst, linkshalf? Of linksbuiten? Nee, ik was eerst linkscentraal gewoon. Wat ben je? Linkscentraal, ja. Ik was gewoon die beuker, gewoon iedereen daarachter killen. Gewoon verdedigen? Rennen, vliegen op iedereen, ja. Ja? Ja, en daarna in de C en zo werd ik linksback. Oké. Dus, ja, en toen ik eigenlijk linkscentraal speelde, was ik niet echt met die techniek en zo. Ik was gewoon rammen. Gewoon na iedereen rachen daar. Ja, en Spartaan ben je begonnen, hè? Ja, ja. In Spartaan gewoon begonnen, een jaartje. En toen was gescout door Feyenoord en Sparta. Ja. Had mijn vader gekozen om naar Sparta te gaan. Ik zou niet weten waarom, maar ja. Je vader had gekozen? Ja, ik was nog jong. Ik was 7 of 8. Uiteindelijk wel goed. Is dit van die Duitse mokkels? Ja, dit is om te kietelen. Misschien moet je ook laten groeien. Dat vinden ze heerlijk, hoor. Ja, hier groeit het wel, voor de rest niks. Oh, ik ga een kutkop. Ja. Hey, maar in Duitsland heb je ook nog een huis? Ja. Oké. Okay. En die huur je gewoon? Ja, die huur ik gewoon. Frankfurt is duur. Ja, is duur, ja? Ja, na de Brexit ook. Komt alles naar Frankfurt. Dus het international banking, alles is daar. Dus alles is heel erg duur. Oké. Okay. Ja. Maar jij hebt ook een goed contract, dus. Ja, dat wel. Dat wel, maar ja. Ik het toch? Ja. Oh, we gaan er niet naar huis, hoor. Nee, we gaan niet naar huis. Ik vind het gezellig zo, zeker. Dus te gaan. Ja. Maar wat doe je voor de rest van de dag? Want je bent tot 8 uur elke dag wel daar, tot op de club? Ja, dat wel. En hoe gaat het dan als je zeg maar een wedstrijd hebt? Altijd trainingskamp, ook thuis? Ja, ook thuis, hè. Ja. Een dag voor de wedstrijd ook? Dag voor de wedstrijd, ja. Oh. Maar dagelijks leven doe ik niet echt veel, hoor. Kijk series. Ja. Kijk de Voice of Holland, noem maar op. Heb je Nederlandse televisie gewoon daar? Zo? Ja, ik heb gewoon een box. Oké. Okay. Gewoon een box, kijk series, speel PlayStation of Xbox, de hele dag. En Chickies? Nee, is niks waard, hè? Nee. Gewoon alleen maar. Gewoon lekker rukken, dan kom ik wel aan mijn halen en trekken. Nee, die vrouwen zijn gevaarlijk, jongen. Die moet je liefst laten. Ja, oh, lekker. En komt je vader en moeder veel? Ja, mijn vader vooral, mijn moeder niet altijd. Oh, is dit dan joh? Nee, ik hoorde ineens muziek. Oké, dus toen je 16 was, maakte je al je debuut, hè? Ja, bij Sparta. Jezus, hoe was dat dan? Want mijn debuut was echt zwaar. Ik was zenuwachtig, toch? Ja, mijn debuut was tegen Feyenoord ook. In het begin was ik wel zenuwachtig. Ja. Zeg maar, de trainingen, die week ervoor hoorde ik al dat ik zou gaan spelen. Ja. En toen was ik niet echt zenuwachtig of zo, maar de dag ervoor was het wel even zenuwachtig. En toen zeg maar uit die catacombe kwamen, dacht ik van wow, het stadion is helemaal vol. Het is de eerste keer natuurlijk. Yeah. Helemaal vol. Ik dacht van zo, hoe ga ik dit doen? Ik stond tegen Cabral. Oh ja? Yeah? Ja, en stond ik daar dan. En op een gegeven moment toen ik die ballen kreeg en al, dan is het gewoon shutdown. Ja, gaan. Tegen Cabral. Ja. Die is ook nog wel goed ook, hoor. Ja. Die gekke acties. Ja, gewoon hij is bewegelijk. Ja. Snoep Dogg. Ja, bewegelijk. Dat de eerste wedstrijd tegen Cabral. Ja, ja.
moeilijk. En op die leeftijd, 16 jaar. Ik was 18, nou, ik scheet in mijn broek toen ik mijn debuut moest maken. Ja, man, ik was helemaal verzuurd, al moest ik nog het veld in. Het was maar 10 minuten. Ik was blij dat het afgelopen was. Ja, echt. Ja, maar ja, dan maak je hem wel bij Ajax. Ja. Ik maak hem bij Sparta B, is relatief anders. Hè. Ja, ook dus wel. Die tijd wordt ook jubilair, dus wel anders toch? Ja, maar ja, als je 16 bent, dan ben je nog erg. Ben gewoon kind. Ja, klopt. Dus dan moet je in één keer, hup, grote mannen dingen. Ja. Dus dat is wel respect, Jan Eversen. Hoor. Jan Eversen was de trainer, hè? Ja. Oké. Okay. En wie en Luc van Gaal heb je ook gehad? Ja, klopt. Hoe was die als trainer? Streng of was die wel relaxed? Streng, ja. Oh. Streng en relaxed. Zeg maar alles wat om voetbal heen was, was hij gewoon relaxed. Ja. Maar gewoon, hij is iemand, wij zullen spreken, als jij een speler bent die elke wedstrijd of elke training een 8 kan halen, ja, dan vindt hij dat je een 8 moet halen. Ja, ja, ja. Dan is een 6, ja, dan is een 6 niet genoeg, begrijp je? Nee, nee. En zo hoort het eigenlijk bij elke trainer te zijn, alleen hij zit er korter op. Ja, ja, ja. Dus een goede trainer. En wie is de beste trainer die je ooit gehad hebt? Beste trainer? Ja? Of, ja, ik heb er drie eigenlijk, die, zeg maar Bert van Marwijk. Cocu? Ja, Cocu ook. Cocu, je hebt veel goede trainers. Je hebt verschillende, ik denk dat tegenwoordig heb je verschillende soort categorieën in het trainers zijn. Ja, ja, ja. Je hebt echt goede coaches en goede trainers, begrijp je? Ja. Je hebt zeg maar coaches die een soort Mourinho, echt die kan die gif uit je halen, ja, alles. Ja, ja. Dat is echt een goede coach. Maar je hebt ook goede trainers, zoals Pep Guardiola. Die is gewoon een voetbalfreak, zeg maar. Ja, ja, ja. En die leert je meer in het voetbalgebied, zeg maar. Ja. Dus wie is de gekste speler waar je mee echt leuk, gek is gewoon, weet je, altijd aan het ouwen bent? Ben jij van het kleedkamerhumor of zo? Of ja, zeker, dat wel. Ja, ja? Ja, hoor. Wel van het opstoken. Dus dat, ja, opstoken mensen, ja, zelf zitten. Ja, dat vind ik het leukst, als mensen gaan vechten en zo, ja. Dat is natuurlijk het leukste in het voetbal. Ja. Maar gekste speler? Grappigste, Easyman, zeg maar. Ja, ja, klein Easyman? Ja. Hij was wel echt grappig, ja. Je hoort ook niks meer van hem. Turkije zit hij volgens mij, of niet? Easyman zit gewoon bij Easyman, ik dacht die andere bedoelde man. Sorry, nee. Die kleine die... Easyman, ja, hij is grappig, ja. Ik heb met de auto gehad ook. Ja? Leuke vent, ja, man. Ja, echt. Super. Ja. Easyman. En beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt tot nu toe? Beste. Beste speler. Ja, jij zelf misschien? Dat sowieso, maar dan iemand die net mijn veters kan strikken. Dan heb je nog iemand. Ja, wie? Zijn er niet veel, maar... Nee, grappig. Even daar denken, hoor. Weet je wat is... Er zijn wel veel goede spelers, hoor. Yeah. Waarmee ik natuurlijk met Sneijder, Van de Vaart, yeah. Van Persie, Wijnaldum, ja, Depay. Depay ook, hè? Ja. Wie, is dat je Mattie ook? Ja, zo'n Mattie. Ik heb met hem sinds de F gespeeld. Oké. Okay. Ja, bij Sparta. Hij was weer goed, die penalty. Hè? Ja. Dan heb je wel ballen als je dat moet je. Maar ja, hoort erbij toch. Als je hem zou missen, zou ik hem ook gewoon die prop schieten. Ja, waarom niet? Ja. Tegenwoordig, ik moet eerlijk zeggen... hoe zou ik dat zeggen ook? Dat je in één rechte lijn moet blijven lopen. Ja, laat me zeggen... Iedereen is bezig met randzaken, tuurlijk. Had er minder seizoen toen, en ja, dat kan gebeuren. Maar ik vind dat je uiteindelijk altijd jezelf moet zijn, weet je toch? Ja. Want uiteindelijk moet je jezelf ook weer daarbovenop zetten. Mm-hmm. Dat doet niemand. Mm-hmm. En dat heeft hij toch wel gedaan. Ja, dus dan verdient hij die respect ook wel. Zeker. Kijk, hij wordt gehaald door Manchester United, krijgt nummer 7. Dat moet je maar even doen, hè. Je bent een jong en zo. Zeker. Ze verwachten dat je even Ronaldo gaat voor. En moet je even kijken. Die Maria heeft dat ook eigenlijk niet gehaald. Nee. Dus ja. Nee, die Maria ook, die had ook de moeite mee, ja. Dus zeg het maar. Ja. Ja, is ook zo. En okay. Iedereen tegenwoordig in het voetbalwereld, dan mag je niet zeg maar jezelf zijn. Je moet diegene zijn wie iedereen wil dat je bent. Ja, ja, ja. De schaap moet je zijn. Juist. Dus je moet gewoon, als je niet het recht doorloopt en je gaat iets links, dan ben je alweer anders. Ja, en zo. Maar dat is ook met mij toch? Iedereen, maar dat missen we. Iedereen zegt dat ik arrogant ben en ik sta niet open om te leren, maar je hebt het nog nooit
van, zeg maar, van een trainer van mij heb je het nog nooit gehoord. Of iemand die, Marcel Brands bijvoorbeeld, ja, die dichtbij me stond of iemand. Altijd van mensen die me niet kennen. En uiteindelijk, wanneer ze me kennen, zeggen ze zo. Ja. Ik weet niet waarvan die mensen het hebben, man. Natuurlijk niet, je kent me niet. Nee. Begrijp je het wel? Ik hoef niet blij met iedereen te zijn, waarom? Nee, hoeft ook niet. Waarom? Ik ben gewoon, als ik ga voetballen, ik kijk boos, ja, want ik ben gefocust. Wanneer ik niet gefocust ben, gaan jullie me afkraken alles op het feit waarvoor ik eigenlijk sta of gehaald ben om te voetballen. Maar daarbuiten ben ik gewoon relaxed, je ziet het, gewoon lachen, gieren. Ja. Je ligt maar, je bent langer onder de grond dan boven, dus ik ben gewoon lekker aan het genieten, hoor. Het is wel een mooi huis, man, hè. Ja. Mendes de Silva woont hier. Hij dit zijn. Nee! Ja. Hij is volgens mij niet thuis, want anders zou ik zijn auto zien. Hij heeft ook bij Ajax gespeeld, toch? Ja, ja. Also, ja, bij mij het elftal, volgens mij. Als Sparta. Dit zijn huis. Oh, mooi, hoor. En Jones woonde daar, die keeper van... Oh, ja, ja. En Dumfries woont hier ook in de buurt. Ja, klopt. Ja, want... Volgens mij andere kant. Ja, andere kant, want ik was toen ook, had ik hem in de auto. Ja. En Kramer woont hier ook achter. Ja, klopt. Ja, hè? Veel jongens hier. Ja. Wijnaldum heeft een huis hier achter. Oh, Wijnaldum ook. Ja. Die wil ik ook wel een keer in de auto, man. Jezus, die doet het ook goed, hè? Ja. Maar doet het goed, maar bij Liverpool. Ja, zeker. Nee, goed, man. Dankjewel. Is goed, man. Rust gaan, hè. Als er wat is. Top. Is goed, man. Rust gaan, hè. Fijne zondag. Dankjewel, jongen. Ja, is goed. Doei. Yes. Jetro, zie je? Gewoon lekker relaxed, die jongen, man. Geen gezeur. Mooie vent en hij doet het goed. En hij kan zeker goed voetballen. Linksback, goede voorzet, kracht. En gewoon lekker ballen. En we hopen dat hij weer terugkomt in het Nederlands elftal. Bedankt voor het kijken. Doe even abonneren. Want dan kun je dit shirt van hem winnen. Het is wel een mooi shirt, hoor. Dus abonneer even en dan gaan we weer door naar de volgende. Mensen, ciao. Bedankt voor het kijken. Love.